Mooi. Supporters, bij aanvang van deze tweede speelhelft is er een vervanging te melden van Basset Beveren. Nummer 2, Michael van Hoei, is gewisseld tegen nummer 8, Enzo Neven. Oh!
Lommel van in begin de bovenhand had. Op een zeer moeilijk bespeelbaar veld toch vrij technisch aardig voetbal gespeeld, waar wij absoluut niet konden. We waren zeker niet de meerdere op het middenveld. In tegendeel waren veel te veel inspeelpaasjes die niet aankwamen. We speelden ook wat te laag. En dan moest het maar gebeuren op een tegenaanval. Voor de rest vond ik de tweede helft de wedstrijd in zijn heel van beter maken. Met wisselende mogelijkheden, maar nog altijd de meeste drang naar voren van de thuisploeg. En dat geeft ook aan dat Lommel terecht een ploeg is die helemaal bovenaan staat en aardig op weg is om kampioen te spelen. Jullie doelpunt, dat werd geopend voor de spel. Heb jij er iets van gezien? Oh, ik heb vandaag veel gezien, maar ik kan daarop reageren, maar ik weet dat dat toch weer altijd als een boemerang in mijn gezicht terugkomt, dus ik ga dat niet doen. Goed, Frankie, ook jij hebt de wedstrijd gezien. Hoe heb jij ze beleefd? Wow, een beetje meer hetzelfde wat Dirk zegt. Hè. Ik denk dat we wel inderdaad het meest initiatief hadden, maar... Het is de tweede of de derde keer dat we dit moeten zeggen, maar ik denk dat we elke thuiswedstrijd hetzelfde liedje zullen moeten herhalen. Dat het veld gewoon geen goed en vlot voetbal toelaat. Het is zelfs ontmoedigend als je er gewoon gaat opstaan, dat je daar 90 minuten lang moet voetballen. Je zakt langs alle kanten weg, dat kost zoveel kracht aan de spelers. Dat je eigenlijk moet zeggen chapeau voor hetgeen ze nog getoond hebben. We hadden het moeilijk om kansen te creëren, ondanks het feit dat we het meeste initiatief hadden. Maar goed, dat is, blijft nog altijd het moeilijkste in voetbal creëren, afmaken. En uiteindelijk komen we dan inderdaad verdiend op voorsprong, denk ik, met een goed doelpunt. En een goede shot van hier van redelijk ver op zo'n zandbak. Content zijn dat je er zoveel kracht kon achter zetten. Maar dan uit 1 minuut, ja, ik moet ook zeggen dat voordien we waren toch even zo ontsnapt. Of was dat nadien, dat weet ik niet precies. Snelly, hè, de kans van Snelly. Ja. Die hij voorlangs zet. Maar ik vond toch dat we toch uiteindelijk veel te snel het gelijkstellend doelpunt pakten. Met eigenlijk 1 minuut druk van Waas van Bever. Geven we dan toch weer te veel ruimte weg centraal in de 16 meter. Al of niet buitenspel. Ik weet het niet. Ik weet hoe het gaat. Hè. Je kunt nu zeggen buitenspel. En straks zie je de beelden en dan blijkt dat er toch nog iemand te laat naar vooruit is geschoven. Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Dus ik zal de beelden bekijken. Misschien heeft de scheidsrechter bij het recht, of de grensrechter bij het rechte eind, misschien niet. Maar goed, 1-1. En dan is het weer herbeginnen. En dan weet je dat je voor een heel, heel moeilijke opdracht komt te staan. Maar met toch veel moed en veel inzet. En een wil om toch te winnen, zijn we er uiteindelijk in geslaagd. Alhoewel dat we, was het, in de corner, ik kon dat dan nog goed zien op de paal, toch, denk ik. En dan weer eruit. En dan veel mensen. Die hem er uiteindelijk niet binnen kregen, dus ja, daar komen we goed weg, maar over het algemeen denk ik dat we wel de overwinning verdienen, maar het is een hard bevochten overwinning tegen een lastig te bespelen elftal. Maar goed, we zijn tevreden met de 3 punten. Het zou natuurlijk jammer geweest zijn dat 2 thuiswedstrijden maar 2 punten zouden gehaald hebben. Dat zou absoluut te weinig zijn geweest. Nu met 4-6 denk ik dat we daar kunnen we mee leven. En nu kunnen we rustig morgen een wandeling maken. Want het gaat minder wind zijn blijkbaar. Dus we kunnen morgen rustig een wandeling maken en dan horen wat Leuven tegen ons doet. Tijdens de penalty-fase, Frankie, op een gegeven moment stond er 12 van op het veld. Waar was je hier in? Ja, maar ik had een déjà vu. Ja, dat is ook zoiets, hè, eigenlijk wel, want je vergeet snel natuurlijk, maar het hergeven van de penalty, terecht of niet, ja, dat is ook iets. Moet zeggen, ik heb daar niet zo op gelet of dat de keeper echt te vroeg weg was of niet. Goed, wij hebben het meegemaakt in Roeselare, 2 keer zelfs. En uiteindelijk, maar ik dacht eerlijk gezegd dat
dat Jeroen twijfelde om te hernemen. Ja. En ik zag Jason even iets zeggen tegen Jeroen, maar ik wilde absoluut dat indien Jeroen hem niet nam, dat Mike hem zou nemen. Ja. En dat was afgesproken. Dus daarom stond ik eigenlijk iets te ver ineens. Maar dat was in de opwinding. Wat vond jij van de strafschop? Je mag je mening over. Ja. Ik had liever vandaag verloren op een ander man. Ja. Dit geeft een bitter gevoel als je vandaag twee doelpunten pakt van de kansen die Rommel bij elkaar voetbalt. Of je pakt er drie tot daar. Maar als je twee naar huis gaat en er is een discussie, dat doet eerst en vooral, dat geeft enorm veel zeer bij de ploeg die ervoor gestreden heeft. Dus mijn ploeg bedoel ik. Maar dat geeft ook een soort oneerbiedig gevoel aan de thuisploeg, dat zij op die manier moeten winnen. Daarmee bedoel ik dat, dat zij op een andere manier hadden kunnen winnen vandaag. Ja. Door de kansen die zij gekregen hebben af te maken. En dat geeft aan beide kanten een voor de thuisploeg een gevoel hebben gewonnen. Terwijl dat ze heel goed gespeeld hebben, maar wel met een dubieuze strafschop. En bij ons geeft het gevoel van we konden verloren hebben, maar we hebben nu verloren door die strafschop.